Ik heb net een boek geschreven over thuis. In Nederland is geobsedeerd geraakt door thuisvoelen. Dat is niet toevallig in een tijd van veel migratie. Dus er is een verband tussen hoe we naar migranten kijken, het feit dat veel mensen hier naartoe komen en dat wij ons steeds meer afvragen wie zijn wij? Wie zijn wij eigenlijk? Wat we nog gemeenschappelijk met elkaar hebben is ongeveer de Nederlandse identiteit. En die wordt steeds sterker aangezet. En ja, tegenover wie gebeurt dat dan? Dat gebeurt dan heel vaak tegenover nieuwkomers. Ja, misschien voel ik me hier wel niet zo thuis, omdat die anderen er zijn of omdat die anderen zich wel erg thuis voelen. Dus thuis voelen is een mooie emotie, maar het is niet een hele insluitende emotie. Sommige politici denken dan, die migranten vallen er nu buiten, maar kunnen op den duur ook wel native worden, kunnen op den duur wel meer Nederlands worden. Maar je ziet natuurlijk een verharding in het debat, waarbij steeds meer politici zeggen van nou, je bent niet zoals wij en de islam kan nooit samen met de Nederlandse identiteit. Nou ja, dus eigenlijk zeggen die politici, je wordt nooit native en je kan beter maar weg. And you may no longer be in the Netherlands and Europe. Therefore, DTNV will send you back. De mensen met wie je thuis voelt is heel verschillend voor mensen. Maar er is één ding gemeenschappelijk. Namelijk dat thuisvoelen gaat over totaal vertrouwd zijn. Maar het is weer niet zo dat op alle plekken waar je je vertrouwd voelt, je per se thuis voelt. Ik denk ook, wil je thuis voelen goed begrijpen, dat het belangrijk is om allebei te doorleven. Dus zowel het idee dat je thuis bent, maar vooral als mensen realiseren dat ze niet ergens thuis zijn. Dan weten ze eigenlijk pas wat thuis zijn is. Het is hoog gegrepen om te denken dat je bij iedereen moet thuis voelen in de samenleving. En we moeten daar veel realistischer over zijn. Je hoeft je ook helemaal niet met iedereen, bij iedereen thuis te voelen om samen te leven. Je kan elkaar respecteren om verschillen ook. En ik heb geen flauw idee meer wat er bij jou daar zo binnen afspeelt. Geen flauw idee. Maar bijna alle studies die wij hebben gedaan, die andere mensen hebben gedaan, die wijzen er toch op dat dat diepe thuisgevoel uiteindelijk met een heel beperkt aantal mensen is en met een heel beperkt aantal plekken. Welkom. Heb je ook een baard? Heb je ook een baard? Ja. Ja. Pak het handdoek. Het is zwak. Blij. Hoppie. Armen omhoog. Als politici voortdurend de suggestie wekken dat je je diepgaand in Nederland thuis moet kunnen voelen, ben ik bang dat het altijd uitsluitend effect heeft. Helemaal niet per se alleen maar naar migranten, maar ook naar mensen van andere klassen of andere seksuele voorkeur of naar de elite van Nederland. Terwijl ik geloof best dat politici, de meeste politici met de beste bedoelingen het over thuis hebben, maar ze realiseren zich niet door over zoveel over thuis te praten, ze in feite de tegenstellingen tussen groepen vooral aanwakkeren.